Ofschoon William Waidu, NDP-parlementariër uit het reisdistrict Nikeri, niet voor heeft gestemd, want hij was er niet in de zaal toen de valutawet in behandeling werd genomen. Hij geeft aan dat zijn gezondheid veel belangrijker is en dat had hij ook allemaal doorgegeven aan zijn fractie. Hij geeft eraan dat hij toch het een geweldige wet vindt en in gesprek met TBN Prime Alert legt hij er allemaal uit waarom hij aangeeft dat het allemaal hier gaat om een geweldige wet. U hoort William Waidu, parlementariër van de NDP uit het reisdistrict Nikeri. Kijk, als je praat over een binnen mijn gelederen, heb ik geen enkele kritiek opgemerkt. Dus ik weet niet waarover hoe je het hebt, wie binnen mijn gelederen. De heer Doekje onder andere. Kijk, meneer Ganesh, Mataki Baka, Mataki Baka. Mensen, politici die de naam William Waidu opnoemen, voor hun is William Waidu politiek zuurstof. Alleen dan geld je nog in politiek Suriname, wanneer je William Waidu noemt. Maar ik denk dat ik een, ik heb een artikel en heeft iemand voor me gestuurd van Star News, denk ik. Ik neem die man niet serieus. Ik heb andere afspraken en mensen weten waarom ik weg ben gegaan. En voor mij is gezondheid echt belangrijk. En ik denk dat ik hier mijn bijdrage heb geleverd. En ik ben verdomd blij dat deze wet is goedgekeurd. En waarom bent u verdomd blij? Kijk, we zien duidelijk. En wanneer wij stellen dat er lucht is in de stijging van de koers, hebben we al bij de eerste dag opgemerkt toen iedereen een ros maakte om hun dollar en euro te wisselen. Dat was een keiharde realiteit. Over de huidige koers van 8,50, daarover moet ik nog nadenken, waarom die vaststelling. Maar er is een grote luchtballon in de koers. En wanneer je ziet, en ik heb bijna alle reacties van de vakbeweging, VSB, exporteurs, de banken, verzekeringmaatschappij, Motegi Wansan, meneer Ganesh. Nu zie je wie het meent met dit volk. Mensen kunnen 10 jaren elke dag winst maken. Want die noemen de man neem ik winst, de meibaar moord en brand. Ik heb nergens in die wet gelezen dat het nadelig is voor een bank of een exporteur. Nergens heb ik dat gelezen. Mensen zeggen ook dat mensen gewoon zonder enig bewijs invallen mag plegen. De wet is duidelijk. Ben jij in overtreding, je doet wisselen, dan mag ik een tikkie. Even je niet doet wisselen, je bent niet in overdreven. Waarom zo mensen bij je komen? Mensen creëren angst. En daarom doe ik een beroep bij het volk, bij de personeelsleden. Neem die wet, is op onze site van DNA. Go lees Asani. Je gaat nergens zien dat wij hier mensen willen verbieden om vooruit te gaan met de SRD. Ja. Daarom is het een heel goede wet. Dat de banken hun personeel vandaag naar huis hebben gestuurd en de deuren hebben gesloten, want u komt ook uit bankwezen. Ja, dus dit hoeven ze niet te doen. Kijk, wanneer het vanuit Hankering Bank start, waarbij de vakbondsvoorzitter een voorzitter is van een politieke partij, dan geeft dat mij al aan waarom deze aanval. En daarom durf ik om de personeelsleden te vragen, lees die wet zelf, oordeel zelf. Wanneer wij zeggen dat alleen de banken een valuta mogen verkopen, dan is het automatisch dat de regering op zodanige manier de nodige dollars ter beschikking gaat stellen. De twee staatsbanken zijn al genoemd. Waarom moeten wij vriezen? Men vergelijkt nu met de jaren 80 van de creatie van zwarte markt. De wet is duidelijk. Ga je de zwarte markt in, je wordt gestraft. Wanneer de ABS-cijfers liggen daar, meer dan 1 miljard US dollar wordt alleen uit de mijnbouwsector geëxporteerd. Wil zeggen, je kan nu niet vergelijken met de jaren 80. Adala D. Wanneer wij nu zeggen dat exporteurs verplicht zijn 60% van hun inkomsten te repatriëren, wil niet zeggen dat we het in beslag nemen. Dan hoor je mensen ook zeggen, ja maar de exporteurs moeten import en inputs op de zwarte markt kopen. Nee, wij moeten een manier bedenken en als ex-bankman zeg ik, de
exporteurs die hun een export aan een US dollar en euro's repatriëren, wanneer ze hun inputs van hun machine moeten binnenhalen, moeten ze ook die dollars tegen dezelfde koers krijgen. En dat staat ook in de wet. Dus het is niet zo dat exporteurs over de kop gaan, failliet gaan, werkloos. Ik zei mij takkie, at de ina wet, jullie exporteur kan bij adala baka na bangi, peyusering gire mangi a koers, sa e gelde gie a bangi. Dus daarom zei ik weer, als jongeling hier anno 2020, mi breedje takka wet is kon, en ter afsluiting, op jouw vraag, waarom is deze wet niet eerder gekomen en waarom nu? Mijn antwoord is, de regering heeft het gelaten voor verantwoordelijke mensen in Suriname. De afgelopen 3-4 weken is dat ding zodanig gegroeid, die koers, dat je zegt van zo net zo wanneer je kind opvoedt. Tapching ne arki, you know, nakken direct. Yo libing. En dit is nu het juiste moment. We hebben werkelijk nu gezien wie de werkelijke Surinamers zijn in dit mooie land. En daarom heb ik het ook gezegd. We zullen wel gek zijn wanneer alle oppositieleden zeggen dat deze wet tegen het belang is van het volk om zo voor de verkiezing te accepteren. En daarmee wil ik zeggen, niemand doet dat. Niemand doet dat. En daarom vind ik deze regering gedurfd en daarom mijn ondersteuning. Maar is dat niet beperking van een stukje vrijheid? Daarom loop je boy Ganesh. Ja, het is beperking voor een stukje vrijheid. Net zo die hele lockdown in Europa. Het is een stukje beperking in onze vrijheid. Maar ik zeg, in het belang van het grotere, laten we het doen. Dan wil ik direct vragen, wat is de meerwaarde om euro's en dollars in je hand te hebben, cash? En wanneer je het giraal kan overmaken? What's the difference? En daarom zeg ik weer, wij moeten inleveren, ja. Ik ben bereid om in te leveren. U ook, omdat uw kinderen het beter moeten hebben, ja. Wanneer we zien dat verzekeringmaatschappijen, banken, de koers hanteren van vandaag op leningen, bedrijven. We hebben het gelezen, toch. Wanneer we nu met deze maatregel daar in verandering brengen, meneer Ganesh. Nou ja, ik wil meer vrijheid inleveren, ja. En dat is wat ik weer zeg. Het is giraal niet verboden om jouw transacties te doen. Waarom moeten wij als klein economie, vooral de huishouding, waarom moeten we dollars en euro in onze handen houden? Het brengt ons geen enkel meer vrijheid. En daarom belangrijk, uw vraag is werkelijk ja. We moeten onze vrijheid inleveren voor het groter belang en laten we het doen. En is dat groter belang dat de regering met het geld dat nu binnen zal stromen, de vreemde valuta's, dat men daarmee de leningen zal aflossen, want dat is wat nu door critici wordt gezegd. Ja, kijk, dit is een doembeeld die wij creëren. De cijfers liggen daar, ABS liggen daar, Bureau van Statistiek ligt daar, Centrale Bank liggen daar, en daar hebben we ook daar vastgesteld dat er cijfers gepubliceerd moeten worden. Wij weten allemaal dat elk maart, eerste kwartaal, alle belasting worden ingediend van de multinationals, noem maar op. Ammonidrape bogo bogo. We weten allemaal dat de burger de dollars hebben. Die dollars worden niet van je rekening genomen en de leningen worden betaald. Wanneer u $100,000 heeft op uw rekening, u kunt gewoon $100,000 overmaken naar uw cliënt of uw partner, zakenpartner. Ammonidrape manetik voor uno. Dus aan dit doembeeld wat mensen proberen te creëren, anno kan. Wij doen dan in $300 als ik morgen een overmaking wil doen voor mijn partner, kan. Die girale transactie kan. Wanneer ik een auto wil kopen bij Yokohama, die girale transactie kan ik nog steeds doen. Amoni negwe. Dus het idee van de mokon tiki money, de mokon tiki dollar en euro. Welke dollar en euro gaat mensen nemen van je? No, de you abdala of euro tapi rekenen. Je hebt dat niet cash toch? Het is bij de bank. Wil je het opnemen? Kan niet. Alleen maar dat je middels het opnemen van cash en verhandelen in cash, oefen je extra druk op de valutamarkt. En dat extra druk wil de regering met deze wet wegwerken. Wij worden niet belemmerd in onze vrijheid om te handelen of aan een economische activiteit. We worden niet belet. Maar men zegt, wat jullie hebben gedaan, heer Waidu, is dat jullie in de holst van de nacht
in feite een coup hebben gepleegd en een coup met verstrekkende gevolgen. Kijk, maar dat is het nou eerlijk. Kijk, wanneer wij hier in een politieke huis woorden willen gebruiken als de parlementaire coup, dan laat ik dat voor de mensen. Wanneer wij hier wetten hebben goedgekeurd, ook in de hols van de nacht, weten we het allemaal dat het gedaan is. Wanneer we hier stellen dat er vergaande gevolgen zijn met deze wet, dan zeg ik, na de afkondiging laten we kijken wat voor gevolgen het heeft. En de tijd zal ons leren als volk wat deze wet betekent. En daarom zeg ik, mocht het blijken dat deze wet verstrekkende gevolgen heeft voor het volk, dan onlas haar regering toch, meneer Ganesh. En daarom heb ik het toch, regering is op durf om te kiezen voor de meerderheid van het volk, de huishouding, dan voor de kapitalisten. Elke wet heeft voor- en nadelen. En daarom zeg ik weer, de kapitalisten, de gevestigde orde, hoeft geen nadelen te hebben. Wanneer we gewoon volgens de wet werken, we hebben geen enkele nadeel. Want alles gaat gewoon giraal verder. En daar is die switch moeten we maken. Waarom zou jij en ik cash moeten lichten? Hoeft niet. Mekamoni over die tramang. En zo kunnen we dat hier. En er is ook gesteld, dat moet ook gezegd worden, de girale overmaking is de bank verboden om extra kosten te brengen. Alleen zo kan je het stimuleren. En daar is waar we ook aan het volk moeten vertellen van de voordelen van deze wet. Maar wat ik u niet hoort zeggen, heer Waidu, want ik denk dat dat ook aan die gemeenschap doorgezegd moet worden, is dat alleen met de wet deze beoogde zaken niet bewerkstelligd zullen worden. Dank u wel. En daarom zijn we allemaal hiermee eens. Er moeten meer maatregelen komen. Maar wanneer je het aan de werking van de markt laat en je ziet enkele boosdoeners binnen de valutamarkt van 8 zoveel, 9 zoveel naar 16, meneer Ganesh, dat zeg ik, dan moet je ingrijpen, ja. Maar deze wet, let wel, ik zeg het ook, net als elke coalitie, elke parlementslid, dit is niet het enige die zal bewerkstelligen dat er een oplossing komt. Er moeten meer maatregelen getroffen worden. Maar in elk geval, liever dit nu dan helemaal niks dat we geleverd zijn aan een prijsopdrijvers, koersopdrijvers. Liever dit nu en dan zien we on the way welke maatregelen getroffen moeten worden. Men zegt, dit zijn de laatste adems van de NDP. Hiermee is het dan gedaan. Kijk, maar dat is het leukste van het politiek verhaal en het politiek spel. Vele mensen die dit zeggen, ik bekijk het zo, is een geruststelling voor hun. Dat ze dan met de hoop leven dat ze overnemen. En ik zeg het weer, deze wet is voor de meerderheid van het volk. En in een ware democratie stelt elke stem. En er is geen verschil in stemmen of je rijk bent of arm bent. Elke stem telt als één. En als het volk de komende dagen ervaart wat deze wet betekent voor hun, dan kan ik relaxen in mijn hangmat. In hoeveel tijd zullen we de daadwerkelijke output ervan zien? Kijk, ik ga hier niet zomaar dingen zeggen, maar als dag 1 zaterdag al Ellen hier een rush was naar SRD's bij de cambio's, zegt dat mij al veel. Nu met de nieuwe bijkomstigheid waarbij de banken nu staken, dan moeten we kijken hoe gaan wij dit aanpakken. Maar ik zeg het weer, het is net als de COVID-19, we weten niet. We kunnen alleen maar preventief maatregelen treffen en verwachten dat het volk meewerkt met social distancing. Maar voor de rest moeten we gewoon even uitkijken.